over het bericht Het Rijk regelde onder druk van Facebook voorrang op het stroomnet. Het woord is aan de heer Asserkan van Denk. Ja, dank voorzitter. En ik kan u uit ervaring vertellen dat de commissie zich vrijwel altijd goed gedraagt. Dus maakt u zich geen zorgen. Voorzitter, het is enorm druk op het stroomnet in Nederland. En het is een van de grootste opgaves die we hebben als het gaat om de transitie naar duurzame energie, is het regelen van extra capaciteit op het stroomnetwerk. Een aantal weken geleden waren we met een delegatie van Economische Zaken en Klimaat op bezoek. Toen waren we naar de regionale energiestrategieën. Daar hebben we naar geïnformeerd en waren ik op bezoek bij Stedin, een van de netwerkbeheerders. En die gaven aan dat in 16 van de 19 verdeelstations het gewoon helemaal vol zit. En veel bedrijven, voorzitter, hebben verzoeken staan, onder andere bij Tennet, om toegang te krijgen. En die wachten netjes hun beurt af. Maar niet als je Facebook bent. Als je Facebook bent, of zoals ze tegenwoordig heten, Meta, dan bel je met de minister van Economische Zaken en Klimaat. Je dreigt met economische gevolgen. Je zet de boel onder druk en dan krijg je in principe je zin. En voorzitter, normaal gesproken hebben we ambtenaren die daarover adviseren. Want we moeten de minister tenslotte beschermen. En die ambtenaren die kwamen met dat advies en die zeiden, we hebben heel veel twijfels bij de capaciteit die je datacenter zou moeten hebben. En met name ook de compensatie wat betreft de CO2-uitstoot. Ze gaven aan dat er weinig draagvlak over zou blijven voor investeringen in groene stroom. En bovendien, voorzitter, tot overmaat van ramp, het paste ook niet meer in het ruimtelijk ordeningsbeleid van de omgeving. Dat datacenter had aan de rand en niet op die plek moeten komen. Kortom, het advies niet doen. Maar als je Erik Wiebes heet, de voormalig minister, dan oefen je druk uit op Tennet. En voorzitter, dat is oneerlijk. En dat past een minister niet. Ik heb 4 vragen voor de minister. Klopt het dat Facebook of Meta voorrang heeft gekregen en andere bedrijven nu langer moeten wachten? Waarom zijn de adviezen van de ambtenaren niet opgevolgd? Wat was exact de betrokkenheid van minister Wiebes? En tot slot, voorzitter, klopt het dat Facebook ook nog eens 90% korting kreeg op de tarieven? Dank u wel. Het woord is aan de minister. Dank u wel, voorzitter. En aangezien u begon met ons te wijzen op een bijzondere gast op de tribune, Tom, wil ik ook richting Tom uitspreken dat ik het heel bijzonder vind dat je hier bij het vraaguurtje bent vandaag. Dan de vragen van de heer Asserkan. Zijn vraag is allereerst of er voorrang verleend is aan Facebook. Het antwoord daarop is, er is geen voorrang verleend aan Facebook. Het Nederlandse elektriciteitsnet kent een aansluitplicht voor iedereen die daar een aanvraag voor doet. Dus Facebook was sowieso aangesloten. Het verzoek dat op het bureau van mijn voorganger Wiebes terechtkwam, was of er de mogelijkheid bestond voor een directe aftakking van het hoogspanningsnet. Dus dat is geen voorrang. Dat is een ander soort aftakking die ook door Facebook zelf betaald zou worden. En zoals in de openbaar gemaakte stukken gelezen kan worden, heeft mijn voorganger daarop aangegeven dat gezien de nadrukkelijke wens van provincie en gemeente om deze investering ook mogelijk te maken, hij het verstandig vond om die aftakking ook mogelijk te maken. Maar dat is geen voorrang. Dan is de tweede vraag van de heer Asserkan. Waarom is het advies van de ambtenaren niet gevolgd? Dat advies is openbaar. Dus iedereen kan meelezen dat de betreffende ambtenaren een aantal voor- en nadelen opsommen. Maar de nota zegt nergens. Beste minister, u moet dit niet doen. Ik en mijn collega's en dus ook mijn voorgangers krijgen iedere dag ambtelijke nota's op ons bureau. Soms staat daar expliciet in, u moet het niet doen. Niet zo vaak overigens. Over het algemeen staan daar voor's en tegenzin. En nogmaals, het is een openbare nota. Dus iedereen kan hierin lezen dat de ambtenaren voor's en tegens aangeven. En bij de tegens noemen ze inderdaad de aspecten die de heer Asserkan ook noemt. Er is een
landelijke omgevingsvisie, de NOVI, die is overigens niet bindend, is adviserend, die aangeeft datacentra liever aan de rand van het land. Er sprake van een groot energieverbruik, maar ook de ambtelijke notitie geeft weer de andere kant aan dat er een expliciete wens is van de lokale overheden. En overigens ook dat het juridisch mogelijk is binnen de wet om zo'n aparte aftakking mogelijk te maken. Het is een heel gebalanceerde ambtelijk advies. Ik ben niet op de hoogte van de kortingsregeling, eerlijk gezegd. En de vraag naar betrokkenheid van de minister van Economische Zaken. De minister van Economische Zaken is, en mijn voorganger combineerde nog de functies die nu voor een deel bij collega Jezelgus belegd zijn, is verantwoordelijk voor het onderdeel energievoorziening. Dus voor het onderdeel is zo'n aparte aftakking mogelijk, is de vraag bij hem voorgelegd. Zoals ook de openbaar gemaakte stukken aangeven, de ruimtelijke ordeningskant ligt niet bij het Rijk, dus ook niet bij de minister van Economische Zaken, maar bij lokale en regionale overheden. Zo hebben we dat geregeld in Nederland. Het is wel zo dat in deze Kamer al eerder de vraag aan de orde geweest is, is er niet nodig om meer nationale regie uit te gaan oefenen op datacentra die tegelijkertijd een grote energievraag met zich meebrengen en een groot ruimtebeslag met zich meebrengen. Collega Jezelgus zal binnenkort samen met de minister van Binnenlandse Zaken in een brief aan uw Kamer daarop terugkomen. En dan komt inderdaad de vraag aan de orde. Moet je doorgaan met de huidige verantwoordelijkheidsverdeling, dus ruimtelijke ordening bij provincie en gemeente, energievoorziening bij het Rijk, of moet je daar andere keuzes in maken? Maar dat is een toekomstige keuze. Het woord is weer aan de heer Asserkamp. Ja, voorzitter, ik hoor hier echt een aantal redeneringen die... Ja, ik snap dat de minister dat doet, voorzitter, maar dat doet geen recht aan wat er voor ligt. Al kijk, als de minister zegt, het is niet zozeer een aansluiting, maar het is niet zozeer een nieuwe aansluiting, maar het is een directe aansluiting op het hoogspanningsnet. Ja, voorzitter, er zijn andere bedrijven, die hebben die verzoeken ook ingediend. En het tweede is, voorzitter, natuurlijk snap ik dat er ambtenaren niet direct zeggen, je moet het wel of niet doen, want dat laten ze aan de minister over. Alleen de minister hoort dat wel te onderbouwen. Dus ik vraag nogmaals aan de minister, wat waren nou de overwegingen en op basis waarvan is de keuze gemaakt om Facebook, Meta hier, wel degelijk een voorrang te geven? Waarom is dit toegekend? De minister. Voorzitter, allereerst geeft de heer Asserkan aan dat anderen mogelijk ook dit type aftakking willen. Het was ook niet voor het eerst dat dit type aftakking is toegestaan. Is eerder ook gebeurd. En het kan zijn dat zo'n verzoek opnieuw het bureau van de minister zal bereiken. Ik kan u overigens melden dat ik en mijn voorgangers en ongetwijfeld mijn opvolgers ook met grote regelmaat door lokale en regionale overheden benaderd worden die in contact zijn met grote investeerders met de vraag, kunt u ons daarbij helpen? En dat heeft soms betrekking op energieinfrastructuur, soms op fysieke infrastructuur. Dat is een heel normale vraag. Natuurlijk is de basishouding van een bewindspersoon welwillend, binnen de kaders van de wet, omdat wij respect hebben voor een gemeente of een provincie die de lokale economie en werkgelegenheid een impuls wil geven. Nogmaals, de vraag of je die regie specifiek voor datacentra meer naar het land moet trekken, die komt binnenkort bij u terug. Maar op dit moment, dus ook de periode waar we het nu over hebben, was de verdeling van verantwoordelijkheden zoals die is. En uw vraag waarom mijn voorganger deze afweging heeft gemaakt, dat staat ook heel openlijk in de nota's. Daarom is het goed dat iedereen die in kan zien. Die heeft de afweging gemaakt, er is een lokale steun voor deze investering. Het is binnen de kaders van de wet mogelijk. Nogmaals, het is geen voorrang, het is een specifiek type aftakking wat niet voor het eerst gemaakt wordt en wat overigens betaald wordt door de afnemer zelf. Dus alles afwegend heeft de minister deze keuze gemaakt.
Het woord is weer aan de heer Askam. Voorzitter, er zijn ongelooflijk veel bedrijven die wachten op die aansluiting. En nogmaals, als je kijkt naar de netwerkbeheerders, het is heel erg vol op dat stroomnetwerk. En dat betekent dat dat dus eerlijk verdeeld moet worden. Ik snap niet, en die conclusie trek ik toch echt, en dan loopt de minister ook weg, wat nou de exacte overwegingen waren om de TEG te doen. Ik snap ook niet waarom de adviezen, waarom er heel selectief is gewinkeld in de adviezen van de ambtenaren en de belangrijkste bezwaren opzij zijn gelegd. En tot slot, voorzitter, ik heb ook gevraagd, waarom krijgt een bedrijf als Facebook nou ook nog eens 90% korting op de tarieven? Dat antwoord zou ik ook graag nog van de minister wellicht op een later moment willen hebben. Dank u wel, meneer Azarkan. Het woord is weer aan de minister. De heer Azarkan volhardt in zijn stelling dat er voorrang verleend zou worden. De situatie was niet dat de vraag was of er überhaupt ruimte was voor een aansluiting van dit bedrijf, want die ruimte was er. De vraag was, mag het via dat specifieke aftakstation? Het is echt een andere situatie dan de heer Azarkan beschrijft. Er zijn inderdaad ook plaatsen in het land waar onvoldoende ruimte op het net is. Dat was niet de vraag hier. Het ging echt om dat specifieke aftakstation. En de tweede vraag, ja, de heer Azarkan en iedereen die dat wil, kan gewoon de notitie lezen. De ambtelijke notitie geeft een aantal plussen en minnen aan. De ambtelijke notitie zegt niet, u moet het niet doen. En het is totaal normaal dat een ambtelijke notitie plussen en minnen aangeeft. Wat zou anders de toegevoegde waarde daarvan zijn? En dat een minister uiteindelijk de knoop doorhakt, daar kan je er wel of niet mee eens zijn. Maar het zou toch raar zijn als de beslissingen die bij een minister kwamen alleen maar plussen zouden bevatten. Ja, waarom zou dan de minister nog mee lastigvallen? Dank u wel. Tot slot, de heer Azarkan. Ja, voorzitter, ik wilde ook graag nog weten hoe het zit met die korting en die tarieven. Ja. Niet van op de hoogte, dus daar zal ik schriftelijk op terugkomen. Dank. Dank u wel, meneer Azarkan. Dan zijn er een aantal vragen. Allereerst mevrouw Leijt, de SP, dan de heer Erkens van de VVD en de heer Van Raan van de Partij voor de Dieren en dan de heer Bontebal van het CDA. Allereerst mevrouw Leijt. Ja, voorzitter, de minister van Economische Zaken doet hier alsof er niks aan de hand is. Maar wat hier aan de hand is, is dat hier nooit, maar dan ook nooit eerlijk over is geweest de regering ten opzichte van de Kamer. Want vlak nadat Wiebes, de voorganger van deze minister, voorrang gaf aan Facebook of Meta voor die aftakking, vroeg mijn collega Beckerman, nou, hoe zit dat nou precies met die data's, met die energieslurpende datacenters die daar komen? En het enige antwoord was toen een jijbak. Een jijbak van minister Wiebes die tegen Beckerman zei, ah, maar u zit zelf ook op sociale media. En dat is mijn vraag, want het is ook de vraag die u van de heer Azarkan de hele tijd omzeilt. Wat was de betrokkenheid van Wiebes hierbij? Waarom kwam hij persoonlijk tot dit oordeel dat hij dat moest nemen? En twee, waarom is hierover nooit, maar dan ook nooit eerlijk geweest tegenover de Kamer? Dank u wel. In Kamervragen, in debatten, iedere keer alle vragen omzeild. De minister. Voorzitter, ook mevrouw Leijt gebruikt het woord voorrang. Er is geen sprake van voorrang, er is sprake van een apart aftakstation. En de afwegingen van minister Wiebes heb ik ook richting de heer Azarkan aangegeven. Er was een wens van de gemeente en de provincie tot deze investering. Dus werd de vraag gesteld aan de minister, wilt u de aftakking mogelijk maken? Daar gaat die minister over, niet over andere onderdelen. En op die vraag heeft hij, omdat de wet die mogelijkheid biedt, positief gereageerd. U herhaalt uw vraag even. Ja. En waarom is dan over die voorrang of die aftakking altijd het zwijgen toegedaan? Als er om gevraagd werd in debatten, in Kamervragen of op andere manieren. Waarom is altijd gedaan alsof de minister Wiebes geen enkel idee, geen enkele visie had op datacenters in de Nederland? Minister. Voorzitter, mevrouw Leijt overvraagt mij nu, omdat ik natuurlijk als opvolger volgens het staatsrecht verantwoordelijk ben voor alles wat voor mij gebeurd is, maar niet precies weet welke debatten hierover geweest zijn en welke vragen in debatten aan de orde geweest zijn. Dus ik kan niet precies inschatten welke antwoorden mevrouw Leijten nu op doelt. De heer